universiteit. Die hebben wij toch wel mooi binnengesleept, hè, in Nijmegen. Ja, dat kun je wel stellen. Dat is het is een heel bijzonder verhaal hoe de universiteit hier is gekomen. Rond 1920 was duidelijk dat er een katholieke universiteit in Nederland zou komen. Alleen wist men nog niet waar, in welke stad. Er waren verschillende kandidaten die zichzelf vooruitschoven. Vooral katholieke steden in het zuiden, zoals Tilburg en Den Bosch en Maastricht. Het waren de bisschoppen die besloten dat de universiteit, de katholieke universiteit in Nijmegen zou komen. Met welk doel moest het naar Nijmegen? De bisschoppen die richtten zich op het idee dat de universiteit een nationaal, een Nederlands instituut moest worden. En het ging erom dat Nijmegen precies op die grens van Noord en Zuid lag. En ook qua sfeer de noordelijkste stad van het zuiden was en de zuidelijkste stad van het noorden. Voor iedereen aansprekend. Nijmegen als centrale stad in Nederland. Zo is dat. Als navel van het land, zoals het later is genoemd. Dat vind ik een prachtige uitdrukking. De komst van de universiteit gaf een enorme boost aan de stad Nijmegen. Zeker. Maar in het begin viel dat nog wel mee. Toen was de universiteit nog klein, met 3 faculteiten. En pas na de oorlog is dat studentenaantal enorm uitgedijd. De belangrijkste gebouwen van de universiteit lagen eerst in de binnenstad. Ja, in de binnenstad. Het hoofdgebouw op het Keizer Karelplein, daaromheen wat kleinere gebouwen, aula, collegezalen, etc. En pas na de oorlog, toen de universiteit flink was getroffen op het eind van de oorlog, besloot men om te verhuizen naar landgoed Heijendaal, wat hierachter ligt. Het is wel jammer, want door de oorlog is er helemaal niets meer over van die oude gebouwen in de binnenstad van de universiteit. Dat is natuurlijk ontzettend spijtig. Er is nog wel iets over in een andere functie. Maar ja, nogmaals, dat is erg jammer. Het geldt natuurlijk voor heel veel grote delen van het centrum van Nijmegen, dat plat gebombardeerd is. En de universiteit was daar ook mede de dupe van. Op naar het mooiste uitzicht van Nijmegen. Wauw. Mooi, hè? Ja, niks te veel gezegd, hoor. Het mooiste uitzicht van Nijmegen. Ja. Maar wat ik me nog afvraag. Arnhem stagneert na de oorlog. Het inwoneraantal groeit niet meer. Maar Nijmegen blijft wel groeien. Ja. Waar komt dat verschil vandaan? Nou, waar het verschil vandaan komt precies, weet ik natuurlijk niet. Maar ik weet wel dat Nijmegen enorm groeit, mede dankzij de universiteit. Er is een keer berekend, een jaar 15 geleden, hoeveel inwoners Nijmegen zou hebben gehad zonder universiteit. Die kwamen tot de conclusie dat Nijmegen ongeveer een derde minder inwoners zou hebben gehad zonder universiteit. Dus Nijmegen zou geen 160.000 inwoners hebben gehad, maar ongeveer 110.000. Dus dat scheelt wel een slok op een borrel. Nou, dan was het een stuk kleiner geweest dan Arnhem. Maar nu is het de grootste stad van Gelderland. Ja. Ja, en dat is dus mede dankzij de universiteit inderdaad. En al wat die universiteit genereert aan studenten uiteraard. Hè, het geld dat zij uitgeven, de medewerkers. 5.000 op de universiteit, 10.000 op het ziekenhuis. Dat bij elkaar hoort, universiteit en ziekenhuis. Al die investeringen die die mensen doen. Alle investeringen die de universiteit zelf doet in de stad. Nijmeegse Universiteit is de grootste werkgever van Nijmegen uiteraard, van de provincie, zelfs van Oost-Nederland. Dus Arnhem was 150 jaar geleden de grote stad in Gelderland en nu is het Nijmegen. Ja, 150 jaar geleden was Arnhem aanzienlijk groter, omdat Arnhem eerder de muren mocht slechten. Maar nadat Nijmegen dat ook mocht in de jaren 1880, is de ontwikkeling heel snel weer naar elkaar gegroeid. En intussen is Nijmegen inderdaad qua inwonergrootte Arnhem voorbij.